De Breinpuzzel is een project voor mensen met hersenletsel. Nou hadden ze letterlijk een knollentuin. Ze konden er met hun rolstoelen en met hun rollators niet doorheen. En dus hebben ze ons om een tuinman gevraagd om heel de boel rolstoelvriendelijk te maken. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat er nu uitziet. Hey, maar als ik dit zo zie, Kees, dan heb je bijna een helm nodig. Ja, en een mountainbike rolstoel. Ja. Ja, die zijn er niet, hè? Nee. Oei, oei, oei. Ja, dit is geen doen, jongens. Nee. En voor jou is het ook geen doen. Nee, het is echt zwaar. Nou, dit is fantastisch. Helemaal bestraat. Schitterend, blommetjes erbij. Gezellig. Oh. Kijk eens, daar zitten ze, hoor. Hey! En nog een prachtig terras ook. Mooi! Hey, hoe is dit nou? Heel gezellig. Ja. Is dit een verschil of niet? Nou, dat is een verschil. 100%. Wat wij hier nodig hebben is een pad wat rolstoel toegankelijk is. En daarmee is het veiliger voor onze deelnemers die in een rolstoel zitten. En we geven de zelfstandigheid weer terug aan de deelnemers. Ja, het is een circuit van Max Verstappen geworden hier. Voor de mensen in de rolstoelen. Ja. Nou, die chaisen gaan gelijk door naar achter en dan komen ze terug. Zo. Ja, je kan keihard rijden. Ja, ja, ja. Ik kom bijvoorbeeld met mijn rollator niet buitenom. Nee, dat ging niet. Dan kom je vast te zitten. Ja. Ja, dat zag er niet uit. Dus, En nu kan je lekker hard rijden. Want wie heeft er allemaal een rollator of een rolstoel? Ja, die hebben ook een pot om zijn nek. Kunnen jullie even laten zien hoe goed je nu door het pad heen kan rijden? Kijk eens even hoe lekker dat rolt, joh! Ja, dat komt door de steen, hè? Ik krijg opeens een idee. Wedstrijdje? Oh ja, dat is goed. Ja, kan dat? Ja hoor. Nou, dan kunnen jullie met z'n drieën naast elkaar gaan staan. Kom er lekker bij staan, wij geven een startschot. Oké, tellen we af? Ja, we tellen af. 3, 2, 1, knal! En dan gaan ze hoor, Max Verstappen. Kijk eens eventjes, kijk eens wat er allemaal gebeurt hier. En Max Verstappen ligt op kop. Die gaat de eerste plek pakken in. Duidelijke overwinning, Max Verstappen. En op 2, Hamilton. En op 3. Ik stuurde je foto. Hoe blij ben jij? Heel blij, niet in woorden uit te drukken. En dankbaar, ja. Geweldig. Jullie doen topwerk. Nou. Ja. Ik vind het leuk dat we jullie kunnen helpen. Dat vind ik zo mooi. Dat we met z'n allen Rotterdam een stukje mooier maken. Zeker. Want dat is het toch? Dat is het. Want niemand doet het voor zichzelf. Nee. Als ik Kees zo zag rommelen met die rolstoel en die anderen met de rollators. Ja. Het is jammer dat Kees er niet is, want die heeft echt een ereronde al gereden toen het klaar was. Oh, ja, echt? Dat was echt geweldig. Wauw. Ja. Kees, van een wereldfan. Ja, kijk, het is hier gewoon een familie gebeuren. Je kon alleen niet lekker in de tuin zitten. Nee, nee, dat kon niet. Maar binnenkort wel. En dan zat ik binnen en dan zie ze allemaal lekker in de zon zitten. En dan moet ik hierheen en dan stond ik heen niet weten. En moest ik hard schreeuwen, toen kwam de buur aan de overkant. Ja. Want dan zat ik, moet plassen, help. En dan stond ik vast en er kon geen kant op. Maar het wordt binnenkort allemaal opgelost. Als ik laatst geweest is, dan kan ik op mijn gemak een plasje gaan doen. Nou, ik ben er helemaal vrolijk van. Ja, hè? Super. Oh, dat mag niet. Ja, het blijft een beetje wennen, hè? Ja. Bijna een high five. Leuk. Echt super gedaan. Hey, en er begint spontaan de zon te schijnen. Nou, dit is een teken, hè? Jongens, ik zou zeggen... Op helemaal. Hey. Een heel mooi terras. Heel mooi terras, een heel mooi pad. Op een hele mooie tuin. Ja, geweldig.